Ik wil vandaag lezen vanuit de Bijbel en wel uit Lucas hoofdstuk 18 vanaf vers 1. De Bijbel praat daar over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Hij zegt, Jezus praat hier en hij zegt, hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Wanneer we Jezus Christus hebben aangenomen in ons leven en we hebben beloofd dat we God zullen volgen, dat we hem zullen dienen, dat is één ding belangrijk voor u en voor mij, dat wij als kind van God, want wanneer we de Heer Jezus aannemen in ons leven, dan zegt de Bijbel ons in 1 Johannes, of Johannes hoofdstuk 1 vers 12, hij zegt nog, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dus wanneer we Jezus Christus aannemen in ons leven, dan geeft God ons macht om een kind van hem te worden, te zijn. En wanneer we hem hebben aangenomen, we zijn een kind van God geworden, dan is het belangrijk voor u en voor mij dat we in contact, want u moet weten dat wanneer we Jezus aannemen in ons leven, dat er een contact, er een relatie ontstaat tussen ons en God. En die relatie was eerder verbroken vanwege die zonde waarin we waren. En door Jezus wordt die relatie tussen ons en God weer hersteld wanneer we hem aannemen in ons leven. En wanneer die relatie hersteld is, we hebben Jezus aangenomen in ons leven en die relatie is weer hersteld geworden, dan is het belangrijk voor u en mij dat we gaan werken aan die relatie, dat we gaan bouwen aan die relatie, zodat we God gaan leren kennen. En een van de dingen is wat we moeten doen om die relatie met God te verder te gaan verdiepen, om het verder op te bouwen, is dat we dat woord van God gaan kennen. Dat we de Bijbel gaan bestuderen. Dat woord, de Bijbel is Gods woord. En door dat woord van God leren we om God te kennen. Leren we wie God is. En ook leren we om te weten wat God van ons vraagt. Maar aan de andere kant leren we ook wat God ons beloofd heeft. En het andere is, behalve dat we dat woord moeten kennen en bezig zijn met dat woord van God, het is ook belangrijk voor u en voor mij dat we gaan bidden. Wanneer we bidden, dan staan we eigenlijk, komen we in contact met God. En door het gebed komen we bij God. En de Bijbel zegt dat hij ons hoort wanneer we hem aanroepen. En hij zal ons antwoorden. In Psalm 91, hij zegt, roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Hij zegt, ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Dus hij laat ons zien dat we moeten bidden. Bidden is eigenlijk precies als u en ik, wanneer we ademen. Pardon. Als we niet ademen, gaan we dood. Wel, gebed is ons geestelijk ademen. Als u en ik niet gaan bidden, dan gaan we geestelijk op een gegeven moment gaan we sterven. En daarom zegt Jezus, hij leerde zijn discipelen hier. Hij zegt van dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Kijk, wanneer we Jezus hebben aangenomen in ons leven, dan hoeft u niet te wachten tot zondagmorgen. U kunt elk ogenblik bij God gaan. En u kunt in de naam van Jezus hem aanroepen. En wanneer u hem aanroept, uit zoveel miljoenen en miljarden mensen op deze aarde, God hoort u. God luistert naar u. God heeft tijd voor u. En God zal u antwoorden. Natuurlijk gaat hij niet een hoorbare stem horen. Maar u gaat zelf zien door de dag heen dat God met u is. En dat hij zal zichzelf laten zien in kleine dingen, soms in grote dingen. En hij zegt tegen de discipelen, hij zegt van dat ze altijd moesten bidden en niet moesten verslappen. Wanneer we Jezus hebben aangenomen, is dit een van de belangrijke dingen ook voor ons. Dat we gaan bidden, lieve mensen. Bidden is gewoon praten tot God. Dat we geen moeilijke woorden hoeven te gaan zoeken. Sommige mensen bidden een heleboel geweldige woorden, maar zelfs weten ze soms niet eens wat de woorden betekenen. Mensen, wanneer u gaat bidden, is gewoon eenvoudig praten tot God. Net zoals u met uw vriend zou praten, of met uw vader of uw moeder zou praten. Zo gaat u ook met God. U hebt problemen, u gaat bij God. U bent blij, u gaat bij God, u dankt God. Maar u bent in contact met God, u praat met God, u bent bezig met God. En dat is praten, eenvoudige woorden. Wat u in uw hart hebt, dat praat u met God. En God hoort naar u. En God kent uw hart. En God zal u ook antwoorden. En dan zegt hij hier, hij zei in vers 2, er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe
In die stad die telkens tot hem kwam en zeide, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niets, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik mij niet om God, en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze, vers 5, weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Bijbel zegt in vers 6, en de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Vers 7 zegt hij, zal God zijn uitverkorenen geen onrecht verschaffen, die dag en nacht tot hem beroepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij het geloof vinden op aarde. Dus hij geeft een gelijkenis, een voorbeeld van Agiostory. En hij zegt van, er was een rechter in een stad. En deze man bekommerde zich niet om God, nog om mensen. En hij stoorde zich ook niet eraan. En hij zegt, er was ook een weduwe daar in die stad. En deze weduwe kende haar plaats, wist wie ze was, wist waarop ze recht had. En ze wist waar ze moest gaan om haar recht te gaan claimen. En ze wist dat ze bij de rechter moest gaan. En ze ging ook bij deze rechter. En toen ze ging en ze aanklopte bij de rechter en sprak tot hem. De Bijbel zegt dat deze rechter haar niet naar de luisterde. En hij maakte zich niet druk om deze vrouw, om deze weduwe. Maar wat de Bijbel ons laat zien is dat deze vrouw het niet opgaf. Ze ging steeds terug. En ze ging steeds terug en ze kreeg nul op haar rekening. En ze gaf het niet op. Ze had één ding. Ik weet wie ik ben. Ik weet waarop ik recht heb. En ik kan mijn recht halen. En ze was bij de juiste plaats, op de juiste plaats, bij de juiste persoon, om haar recht te halen. En dat is bij de rechter. En wat we daar zien is die volharding van deze vrouw. We zien dat deze vrouw een doorzetter was. Dat deze vrouw niet bang was, maar ze wist wie ze was. En ze gaf het niet op. Ik wil u zeggen, geef het niet op. Weet wat uw rechten zijn. Ken uw rechten. Weet u, de Bijbel leert ons dat wanneer we Jezus hebben aangenomen in ons leven, en ik zei daarnet aan het begin, dat God ons macht geeft aan ons om een kind van hem te zijn. En dan zegt hij in Romeinen 8 vers 17, zijn we kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus Jezus. Dat betekent dat we recht hebben op al Gods beloften in de Bijbel, Gods woord. Er zijn tal van beloften die God ons gegeven heeft. Hij zegt, als we ziek zijn, zegt hij, hebben we recht op goddelijke genezing. Hij zegt, en door zijn striemen is het ons genezing geworden. Hij zegt, als we zorgen hebben, we moeten al onze bekommernissen, onze zorgen op hem werpen. En dan zegt hij, hij zal voor ons zorgen. En zo heb je tal van beloften. Hij zegt dat wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. We zijn veilig bij God. Hij zegt, wanneer we hem aanroepen, zal hij ons antwoorden. Hij zegt, met zijn vlerken beschermt hij ons. Onder zijn vleugelen vinden we een toevlucht. Dus er zijn taal van beloften die God aan ons gegeven heeft in zijn woord. En hij wil ze aan ons waarmaken. En daarom is het belangrijk dat u en ik gaan weten waar we recht op hebben. Deze weduwe wist waar ze recht op had. En ze ging steeds terug bij de rechter. En op een gegeven moment zegt de Bijbel dat deze rechter dacht bij zichzelf, en al bekommer ik mij niet om God, en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Hij zegt, anders komt zij straks tenslotte mij nog in het gezicht slaan. Dus je ziet dat op een gegeven moment, rechter is zo moeilijk, dat op een gegeven moment, amat ik ja, asmar is recht, want dadelijk ook een nakmin visie. En dat zou niet mooi zijn voor de rechter, want die vrouw wist waar ze recht op had en ze stond op haar rechten. Lieve mensen, u en ik, we hebben ook beloften bij God. We hebben rechten. En wanneer u en ik onze plichten, er zijn ook plichten natuurlijk, die we moeten nakomen ten opzichte van God. En wanneer we die nakomen, dan kunnen we staan op die beloften van God. En we kunnen opeisen wat God ons beloofd heeft. Weet u, en
God wordt niet moe van ons. God wordt niet boos op ons wanneer we steeds teruggaan om op te eisen waar we recht op hebben. Integendeel is hij blij dat hij ziet dat we weten waar we recht op hebben. En dat we niet opgeven. Integendeel, dat we blijven gaan bij hem totdat het moment daar is dat hij zegt van oké, nu is het genoeg. Want heb je nou juist maar gezien, dan weet je, God is God. Wat hij beloofd heeft, wil hij ons geven. Hij wil zijn woord aan ons waarmaken. En voor ons is het belangrijk dat we niet opgeven. Soms heb je mensen, ze hebben een keer gebeden, twee keer gebeden. En ze zien dat, a doorbraak niet komt, a oplossing niet komt. Dan worden ze ontmoedigd. Zijn ze, ze zijn zo, ze weten niet wat ze moeten doen. Hopeloos, radeloos. Maar ik wil u zeggen dat God een trouwe God is. God is een God van antwoord. Hij zal ons niet zo laten. Soms lijkt het alsof het lang duurt voordat hij antwoordt. Maar God weet waarom hij sommige dingen niet direct doet voor ons. Hij weet dat als hij sommige dingen direct voor ons doet, dat sorry is wat we doen, lausani. En God weet. God is lopen. God is een dat omgego lasti. God is een dat dibri ik kon dat hij vernietigen vanwege ons gedrag. Want zo lezen we gedrag hoe ze revie. Zo lezen we wat Jezus in jullie bent. Dan toch weer gedrag hoe ze revie. Dat op een bepaald fasiep. En dat is revie te lukunu. Dat is een keer. Boy, dit is niet wat ik bedoeld heb. Maar het is belangrijk voor u en voor mij dat we gaan weten dat God een trouwe God is. En dat we altijd op hem kunnen rekenen. Dat we kunnen vasthouden aan zijn woord. De Bijbel zegt dat hoeveel de beloften ook mogen zijn. Het zijn allemaal ja en amen in 2 Korinthe 1 vers 20. Ja en het zij zo. Met andere woorden gezegd, we kunnen vasthouden aan God. En God zal zijn woord waarmaken. Hij zegt hier, en de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Hij zegt, zal God dan zijn uitverkoren geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen. Laat hij hen wachten. Dat een omekie wacht die langer. Soms lijkt het alsof het lang is. Maar daar test God ons geloof op. God kijkt van of we hem kennen. God kijkt of we blijven volharden. God kijkt of we trouw blijven aan ons. Ondanks dat we nog niet zien datgene wat we willen zien. En God kijkt wat we gaan doen in die situatie. We roepen en het lijkt alsof God niet hoort. Lieve mensen, ook al lijkt het alsof God niet hoort. U moet één ding weten. God hoort ons. En God heeft zijn uur waar hij die doorbraak zal brengen in ons leven. God weet precies wanneer hij ons zal geven. Datgene wat we hard nodig hebben. Waarvoor we bidden. Hij zegt van, hij zal ons niet laten wachten. Wanneer we dag en nacht tot hem roepen. Wanneer we, zoals hij aan het begin zei, we niet verslappen. We niet op de omstandigheden. Want wanneer u op de omstandigheden gaat zien, gaat u verslappen. Want dan begint u ontmoedigd te raken. Wordt u moe. En u gaat een heleboel negatieve dingen zien. En het lijkt alsof van, hey, God don't need you. Of het lijkt alsof God don't love you. Maar het is niet waar. God houdt van onze liefde, zijn eeuwige liefde. Hij zegt, ja, ik heb u lief gehad met de eeuwige liefde. Dus God verandert niet. En ook al zijn we in een bepaalde situatie, en we roepen tot hem, je moet één ding weten, Gods liefde is nog steeds hetzelfde met ons. Maar hij kijkt wat we doen. En hij leert ons om vasthouden. Hij zegt, ik zeg u dat hij spoedig zal komen. Ik wil u zeggen, u die kijkt en u roept tot God. U gaat door een bepaalde situatie en u staat op die belofte van God. En u proclameert die belofte. En u blijft roepen tot God. Ik wil u één ding zeggen, onderstreep dat woord. Hij zegt van, hij zal hun spoedig recht verschaffen. Ik wil u zeggen dat de hulp, het antwoord nabij is. Geef het niet op. Het is net daar. Het is een kwestie van tijd. Dat God het change heer situatie. Dat God het jaar om een keer in een situatie voor u. Geef het niet op. Hou vast. Ga door, blijf roepen, blijf claimen, blijf proclameren dat woord van God. En zie uit, God is een God van trouw. Hij zal u niet in de steek laten.
Hij zal antwoorden. Hij is een waarmaker van zijn woord. Hij zegt, zie, ik waak over mijn woord om dat te doen. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij is God, de Bijbel zegt, hij is licht. En in hem is het in het geheel geen duisternis. Met andere woorden gezegd, God kan niet liegen. Er is geen zonde in hem. Er is geen duisternis in hem. Het is niet, ik bedoel, God is God. Wat hij zegt, doet hij ook. Wat hij belooft, hij geeft ons ook. Door de hele Bijbel heen. Wanneer u gaat lezen, u gaat zien dat wanneer mannen en vrouwen hun vertrouwen op God gesteld hebben. Hebben vastgehouden aan dat woord van God. En soms leek het alsof God ze vergeten was. Ga ik u één ding zeggen. Lees de Bijbel, gaat u zien dat God vroeg of laat, hij ze tegemoet is gekomen. God is altijd op tijd. Hij komt nooit te vroeg. Hij komt nooit te laat. Hij is altijd op het juiste uur. Hij gaat, en de Bijbel zegt, hij gaat niet toelaten dat uw bovenvermogen verzocht wordt. God zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Maar u moet blijven vasthouden. U moet blijven zien. De Bijbel zegt, laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op de leidsman en verleider van uw geloof. Hebreeën 12:2. Hij is de leidsman en verleider van ons geloof. Hou vast. Geef het niet op. God is God. Hij weet wat u meemaakt. Hij weet waardoor u heen gaat. Hij weet, hij is van alles op de hoogte. Soms lijkt het alsof hij niks weet. Maar God is van alles op de hoogte. En God heeft zijn uur waar hij u eruit zal halen. Waar hij die doorbraak zal brengen in uw leven. Weet u, er was een verhaal in de Bijbel over de verloren zoon in Lucas hoofdstuk 15. En daar was... Er waren twee broers, de jongste, er was een jongen en een oudere. En die jongste eigenlijk, u kent het verhaal. Hij ging bij de vader op een dag en hij zei tegen de vader, geef me mijn deel van uw vermogen. Daar waar ik recht op heb. En die vader sprak tot hem, maar op een gegeven moment toen die vader zag, oké, hij luisterde naar Padjing, waarop hij recht op had. Hij is gegaan, alles wat hij bezat heeft hij omgezet in geld. En dan is hij gegaan naar het verre land waar hij zijn leven verkwist. Een leven van overdaad, zegt de Bijbel. En toen hij zijn leven zo doorgebracht had. En alla moniklari feesten. En alla san ba matigwe. Op een gegeven moment kwam hij in ellende, in nood. En dan, hij had geen geld meer. Amano be manfin wa wrokosrevi abengogi agunyang. En hij verlangde ernaar om zijn een honger te stillen met de... Het voer van eigenlijk die varkens die hij moest hoeden. En op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf van... Hé, mijn vader heeft zoveel arbeiders in dienst, slaven in dienst. En ze hebben volop eten, noem maar op. En ik ben hier, mijn oom tjim, mijn pa en mijn pinajasso. Hij dacht van nee, ik ga terug tot mijn vader. En misa, temidoor naar mijn pa, misa. En ga ik me verontschuldigen. En ik ga hem zeggen van ik ben niet waard om mijn stoon te zijn. Stel me gelijk in een van uw slaven. En dat hij alleen maar, dat hij weer een werk zou hebben. En dat hij het beter zou hebben dan waarin hij toen zat. En op een gegeven moment, toen hij terugkwam, was die vader zo blij. Heeft hem aangenomen, heeft hem weer hersteld. En hij organiseerde een hele grote feest. En toen kwam die oudste zoon terug van het veld, van het werk. En hij hoorde dat er muziek werd gemaakt. En er was plezier, vreugde in dat huis. En hij vroeg een van die slaven van, wat is gaande in dat huis? En toen zei die knecht tegen hem van, luister, je broertje is terug en je vader is blij, hij heeft een feest georganiseerd. En hij werd boos, hij wilde niet naar binnen gaan, hij wilde niet gaan feesten, noem maar op. Omdat hij niet happy was dat die broertje terug was, hij zat ermee van, hey, man vernietig me, pas aan die, en noem maar op. En hij zei tegen die vader op een gegeven moment, ik wil veroordelen, pa, en dat tijd op pad, pa, al die tijd ben ik... In uw huis, in uw dienst heb ik gestaan. Ik zeg het met mijn eigen woorden. En ik ben altijd trouw geweest. Maar u hebt me nooit iets gegeven om een feest te vieren. En nu hij terug is geweest, hij die alles vernietigd heeft. En je hoort een feest, die aboy. En toen heeft die vader tegen hem gezegd, van, luister jongen, alles wat van mij is, is van jou. En dat is het mooie. Hij zegt in Lucas, zegt hij, hoofdstuk 15... De Bijbel zegt in vers 28, Lucas 15, 28. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en hij zei van, zie, zoveel jaren ben ik in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar
Mij heb gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit opgemaakt heeft met slechte vrouwen, en gij hebt voor hem een gemeste kalf laten slachten. De vader zei daar, doch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij me geweest. Hij zegt, al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is leven geworden. Hij was verloren en is gevonden. Maar het gaat erom, de Bijbel zegt, die vader zegt van, al het kind, gij zijt altijd bij me. Hij zegt, al het mijne is het uwe. Alles wat van mij is, is van u. En je hebt recht op. Je komt en je neemt en je gaat je feest vieren. Deze jongen wist niet waar hij recht op had. Hij was in zijn vaders huis. Maar hij gedroeg zich als een van die slaven in zijn vaders huis. Hij wist eigenlijk niet wie hij was. Dat hij een zoon was in dat huis. En als een zoon dat hij recht op had op de dingen van zijn vader. En die vader zegt, alles wat van mij is van jou ook. Zo ook bij God. Alles wat van God is, we hebben recht erop. Alles wat Jezus heeft, de Bijbel zegt, we erven mede met hem. Hij is de erfgenaam van alle dingen, zegt Hebreeën ons. En Romeinen 8 zegt ons, Romeinen 8, 17. Hij zegt dat we erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Christus Jezus. Jezus heeft recht op al de beloften van de Vader, van God. En wij erven mede met hem. Dat betekent, we hebben ook recht op alles waar Jezus recht op had. Dus we erven mede met hem, zegt de Bijbel. Dus deze jongen gedroeg zich als een van de slaven. Laat ons niet ons zo gaan gedragen, maar laat ons weten dat we kinderen zijn van de allerhoogste God. En we hebben recht op al Gods beloften. We kunnen bij God gaan. U kunt bij God gaan. Wees niet bang om bij God te gaan. En soms lijkt het alsof u praat. Ja, maar u praat, maar u ziet die persoon niet. Weet één ding, dat God u hoort. En God verantwoord is. En God u niet zo zal laten. Maar God u eruit zal halen. Amen. Ik hoop dat ik u heb kunnen bemoedigen. Daarom wil ik u zeggen, weet waar u recht op hebt. Weet wie u bent. En neem uw rechten bij God. Ga niet bij mensen, ga niet vechten met mensen. Maar ga bij God. God is God verantwoord. Wie snel is maar doen aan jou? Ga bij God, ga niet vechten met mensen. U hebt recht op promotie. En dit is mijn horizon nabaga. Ga bij God. God is een God verantwoord. God weet hoe hij dingen zal oplossen. Amen. Ik hoop dat ik u heb kunnen bemoedigen vanuit dat woord van God. En als u naar dit programma hebt gekeken en u kent Jezus nog niet. En u zegt, maar ik wil ook deze Jezus leren kennen. Ik wil u zeggen, hij houdt van u. Hij heeft zijn leven ook voor u gegeven. Hij zegt, ja, ik heb u lief gehad met de eeuwige liefde. Hij houdt van u. En als u hem wil aannemen, bid dit gebed met me mee. Zeg, trouwe God en Vader. Zeg me na, uit het diepste van uw hart. Zeg, trouwe God en Vader. Ik kom tot u. Ik heb uw woord gehoord. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u ook voor mij naar deze wereld bent gekomen. Om in mijn plaats te sterven. Hier ben ik, Heer. Ik ben een zondaar. En ik neem u aan als mijn persoonlijke heiland en verlosser. En ik dank u, Heer Jezus, dat u mij nu vergeeft van al mijn zonden. Kom in mijn hart, Heer. Was me hart schoon met uw bloed. En ik beloof u, Heer, u te volgen al de dagen van mijn leven. In Jezus' naam. Amen. En u die misschien door een bepaalde situatie gaat en u roept tot God, maar u ziet nog geen doorbraak. Ik wil u zeggen, hou vast. Hij zegt, hij zal u spoedig recht verschaffen. Zo dichtbij, geef het niet op. Soms lijkt het alsof het lang duurt. Maar God weet waarom hij sommige dingen niet direct doet. Maar hij weet ook wanneer hij het zal doen. Laat me voor u bidden. Vader, ik draag al de kijkers en luisteraars, elkeen die hebben gekeken naar het programma en geluisterd hebben, Heer. En die op dit ogenblik gaan door een situatie. En misschien waren ze ontmoedigd geraakt. Ze hebben een paar keren gebeden. En ze hebben geen oplossing gezien, geen doorbraak gezien. Vader, ik bid om genade voor ze. Ik bid dat u ze wil helpen, Vader. Dat ze vasthouden aan u. U bent een trouw God. De Bijbel zegt dat u een waarmaker bent van uw woord, Heer. Wat u zegt, u doet. Wat u belooft, u geeft ons ook. Maar u hebt ook uw tijd. U hebt uw uur. Waar u
uw beloften aan ons zult waarmaken. Datgene waar we recht hebben op dat ogenblik, Heere. Heere, u test ons geloof ook uit, wanneer u soms dingen niet direct doet. Maar ik bid, Heere, dat u al de kijkers en luisteraars zult helpen. Dat ze niet zullen opgeven, maar dat ze zullen blijven vasthouden en blijven roepen. Blijven dat woord van God over hun leven proclameren. En ik dank u wel, Heer, dat u ze tegemoet komt en dat u ze zegent, Vader. Geef ze die kracht om door te gaan. En geef ze die doorbraak ook, Heere, in Jezus' machtige naam. Amen en amen. Ik groet u en ik zeg tot de volgende keer. Dag.